Voor een van de kranten waar ik voor werk kwam de vraag om deze speler te portretteren. Het is een voetballer met een bewogen verleden, wat hij inmiddels achter zich gelaten heeft. Dat was ook de opdracht, dat moest namelijk uit de foto blijken. Zijn houding is daarin belangrijk: de armen gekruist, kin omhoog en recht in de lamp kijkend. Maar deze foto mist nog een beetje body voor in de krant. En er zijn twee stappen om dat heel makkelijk te doen in Photoshop. Allereerst gaan we de laag dupliceren. En die noemen we in dit geval zwart wit. En we dupliceren hem nog een keer. En dan noemen we hem zwak licht. Zometeen wordt wel duidelijk waarom. De bovenste laag zetten we uit en we selecteren de onderste. Door nu op Ctrl-Shift en U te drukken, wordt de foto zwart-wit. Wat je doet is in feite één keer de verzadiging eruit trekken. Er zijn mooiere manieren om een foto om te zetten naar zwart-wit, maar dat is in dit geval niet belangrijk. We zetten de bovenste laag weer aan en als we die selecteren, zetten we die op zwak licht. En je ziet, de foto krijgt al een heel ander karakter. Wanneer we echter. Inzoomen vind ik dit op de ogen niet zo mooi. Dat wordt een beetje te donker en ik wil een klein beetje terughalen. Dat doen we door middels een laagmasker. En heel simpel verven we dat eenvoudig weg in de ogen. Je ziet dat de ogen nu zwart-wit worden. Dat klopt ook, want de onderliggende laag is een zwart-wit laag. Dat is echter niet zo vrij en we kopiëren het laagmasker door Alt ingedrukt te houden. En het gewoon naar beneden te slepen. Dan hebben de ogen weer kleur terug. Ik vind echter, vergeleken met de rest van de foto, dat de ogen dan iets te veel kleur terugkrijgen. En daarom zetten we de dichtheid in dit geval zo rond de 50. En dat is hoe je heel eenvoudig van een gewone foto naar een foto met kracht gaat.